Het Instituut voor Defensieopleidingen heeft vrijdag de derde groep militaire tuchtrechters afgeleverd. Het gaat in totaal om 18 militairen die deze cursus hebben afgerond. De certificaten zijn een bewijs dat de kennis en vaardigheden tot straffen bevoegde beklaagmeerderen verder zijn aangescherpt voor een professionelere uitvoering van het tuchtproces. Majoor Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, verwacht dat de officieren de opgedane kennis ook daadwerkelijk toepassen in de praktijk. De Formal Field School training is op 14 september afgewerkt in de coöperatie Quatta. Bij deze training krijgen landbouwers groepsgewijs de nodige hands-on skills voor veldwerk. Voor het Sustainable Agriculture in the Caribbean, SAC-project, is de focus op climate smart praktijken. De Farmer Field School is gericht op vrouwen en jongeren van het SAC-project en bedoeld om economische welvaart van vrouwen en jongeren te vergroten. Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA, heeft de samenwerking met de Esther Stichting hervat en nieuwe afspraken gemaakt. OGA-directeur Inder Singh Ganga Bisun Singh heeft beloofd dat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Afgelopen vrijdag bezocht hij de stichting waar iets 5 weken schoonmaakwerkzaamheden door het directoraat worden uitgevoerd. Volgens Ganga Bisun Singh heeft de instelling ruim 20 jaar geen grondige schoonmaakbeurt gehad.